Nee, dus jij bent denk ik meer verbaasd over de uitkomst dan ik dat ben. Want ik had het... Ik ben geen... Nou, nee? Verbaasd, vooral teleurgesteld. Dit was, Carola Schouten zei dat terecht, een unieke situatie. Het is eigenlijk nooit eerder voorgekomen dat de Kamer op deze manier onderzoek doet. Even los van die man met dat hondje. Het ging hier om de Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Waar de leden van de commissie, fractievoorzitters, elkaar blijkbaar niet vertrouwden. En het nodig vonden om aangifte te doen, omdat ze elkaar verdachten. Nou, de Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan. Had mensen in de peiling op een gegeven moment van ja, 1 of meer komen in beeld. Vervolgens laat het Openbaar Ministerie die de boel heel lang liggen. En legt er dan op een gegeven moment, op basis van de oude wet uit 1855, toch bij de Kamer neer. Voor jullie moeten daarmee verder, want dan zou je eventueel aangifte kunnen doen bij de Hoge Raad, om het zo maar even te zeggen. En dat verplicht dan wel. En Carola Schouten zei zojuist van... je moet dus ook aan mensen laten zien dat je niet wegloopt als het moeilijk wordt. Hè? Dat is slecht voor het beeld van de politiek. Maar wat er nu gebeurd is, is, ik zei het toen ook al, heel slecht voor de politiek. Dit geeft toch weer het beeld, roept het beeld op. Dan zie je wel als het over hunzelf gaat, als het over een minister gaat, heel kritisch. Parlementaire enquête, heel kritisch. Nu gaat het over de mensen zelf uit de Kamer. Ja, dan kunnen ze niks vinden. Ja, en die middelen, die waren niet zo beperkt. Je had ze onder ede kunnen horen. En dan kun je wel zeggen, ja, dan werken mensen mee aan hun eigen veroordeling. Die veroordeling doet er helemaal niet meer toe. Als iemand onder ede zou zeggen, oké, ik heb het gedaan, dan is het klaar. Dan is het gewoon, dan maak je het bekend, is het einde carrière. Dan, die veroordeling, dat interesseert niemand meer. Dan is het gewoon opgehelderd. Er hadden medewerkers gehoord kunnen worden van Kamerleden, van fractievoorzitters. Collega Kamerleden hadden gehoord kunnen worden. Kan allemaal. Is niet gebeurd. Kijk, ik geloof er ook niet zozeer in dat een van de fractievoorzitters even de krant heeft opgebeld of iemand anders heeft opgebeld. Maar het kan heel goed zijn dat iemand boos naar het debat zegt in een bewindsliedenoverleg, een fractievergadering, in een klein comité. Van potverdorie, ze wisten het toch allemaal, het is ons allemaal meegedeeld. Dat had diegene dan niet mogen zeggen. Dat volgens een medewerker of een collega-fractielid ermee op de loop is gegaan. Nou, dat had onderzocht moeten worden. Dat had heel goed gekund onder ede. De Rijksrecherche had ingeschakeld kunnen worden van kom ons helpen. Heeft de Wijkersloot ook gedaan in 2009. Toen het ging om een lekke miljoenennota. Kan allemaal. Er stonden jullie veel meer middelen ter beschikking dan jullie gedaan hebben. Nou, om al de vraag te beantwoorden of wij de Rijksrecherche in mochten schakelen, dat is niet het geval. Wij hebben ons die vraag ook gesteld. Want tuurlijk, wij zien ook, ik ben geen opsporingsambtenaar. Ik heb daar geen opleiding voor genoten. En dat is echt een professie. Dus wij hebben er ook naar gekeken, kunnen wij dan misschien de Rijksrecherche een opdracht geven om dat onderzoek te doen. Maar het kan niet. Want als wij de bevoegdheden die wij hebben, die zouden we kunnen overdragen. Maar bevoegdheden die wij niet hebben, kunnen we ook niet aan een ander overdragen. Dat was het grote probleem hierbij. En wat betreft het punt van... waarom de Wijkersloot kon dat wel in 2009. Ja, maar de Wijkersloot was zelf iemand van het college van PG's. Is waar. En wij niet. Wij zijn Kamerleden, maar gewoon slechts Kamerleden. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld van waarom heb je niet meer mensen gesproken? Dat is wat Frits eigenlijk zegt. Ja. Wij hebben in onze vragen aan de fractievoorzitters gevraagd, niet alleen heb je contact gehad met de media. We hebben ook gezegd, heb je het op een andere manier aan iemand anders verteld? En daar is allemaal een ontkennend antwoord op gekomen. Dan kun je ook wel zeggen, ja, dan moeten we naar anderen gaan zoeken. Los van de tijd die we al hadden, want die was al heel beperkt. De helft van de commissie was kerstweken reces gewoon op vakantie. Nee. Jullie hadden nog 3 weken de tijd. Die tijd had je vol kunnen maken. Nee. Wij hebben, je zult in het verslag staat het ook. Wij hebben tot en met op Sinterklaas, het was op zaterdag 5 december, zitten werken. We hebben met de kerst doorgewerkt. We hebben alle dagen die we hadden eraan gewerkt. Jullie hadden nog een paar weken. Wij moesten ook nog een tijd geven voor de Kamer om het rapport te lezen en daar ook nog een debat over te doen. Mag je iets anders vragen?